Ik moet heel eerlijk zeggen, met Generations ben ik behoorlijk uitgeput. Maar dat houdt me niet tegen om toch nog één doos extra te doen. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze extra unboxing van niks minder dan Gengar EXBOX. Speciaal voor Trainmeister, onze hunter van de hardcore serie. Hardcore die trouwens binnenkort weer heel snel weer verder gaat. Want ja, zoals jullie weten, ik ben ziek geweest. Ik heb heel weinig kunnen doen. En ik ben nog steeds een beetje verkouden, want dit is exact dezelfde moment opgenomen op het moment dat ik dus bezig ben met... Ik zal trouwens deze eventjes voor de andere camera doen, want anders voel je helemaal niet wat ik aan het doen ben. Maar, prijskaartjes, wat erg. Maar ja, deze... is dus zeker heel erg speciaal voor onze Trainmeister, onze hunter. En ja, nogmaals mijn excuus. Ik ben, ja, deze is dus opgenomen nadat ik met, hoe heet het, met Generations ook bezig ben geweest. En ik ben nog steeds een beetje verkouden, dus nogmaals mijn excuses daarvoor. Als ik een keertje doe bijvoorbeeld, dat was niet slim. In ieder geval, wees blij dat er geknipt wordt. In ieder geval, we hebben dus de Gengar EX. Gengar EX, Night Attack, dan mag je 3 damage counters op je opponent's Pokémon doen. Dark Corridor, 60 damage. En dan is die Pokémon gepoisoned en deze mag dan geswitcht worden. Dus Gengar is echt een stallig Pokémon die heel gemeen kan zijn. En ik snap dat onze Trainmeister die toch dolgraag in zijn deck wil hebben. Goed, in ieder geval. Codekaart, die stoppen we heel eventjes hier weg, want die is natuurlijk voor onze Trainmeister zelf. Het grappige is tegenovergesteld van Generations, hier zitten weer aparte codekaarten in. Dus hier hebben we natuurlijk die Jumbo-kaart, heel erg mooi. En wij hebben een Breakthrough, een Ancient Phantom Forces, Steam Siege en Ancient Order. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon Steam Siege pakken als eerste eventjes, dan zijn we daar maar gelijk heel eventjes vanaf. Want ik weet niet waarom, maar het is één van de meest gehate series eigenlijk. Ik weet niet waarom. Ik vind hem op zich niet verkeerd, maar ik wil hem wel heel eventjes uit hebben, want hij zit nog steeds in Sun and Moon. Waarschijnlijk omdat het de laatste serie van X-Ray is en omdat er geen evolutie in zit. Dus ik ga heel eventjes offscreen voor te kijken hoe dat... Oké, hij zit zo. Dat dacht ik al. Dus dan kan ik gewoon... Sneaky ik. Oh, deze moet ik hier neerleggen. Zo. 3 sets. Goed, we gaan er zo even kijken. Goed, we hebben een Dewalt, een Hawlucha, een Anorith, een Larvesta, een Meowth, een Mantine, Mareep, Yanma, Reversed Holo Hoppip. En nu zitten we weer op de gewone, dus dan moet ik niet meer denken aan een evolutie of zoiets, want we hebben... Toxicroak! Nou oké, okay, dus op zich niet verkeerd. Nou ja, eigenlijk wel verkeerd, want we hebben dus niet echt iets speciaals ertussen zitten. Goed! We got to break through. We got to break through. Nou, het grappige is, Breakthrough die was heel erg populair in verband met de Mewtwo kaarten die erin zitten. Dus vandaar, dus ik doe heel eventjes zo, want deze die zijn namelijk voor Gregory himself, onze Trainmeister. Het is hier ook weer 3 van achteren en dan gaan wij dus eventjes kijken. We hebben een Piloswine, een Rainbow Energy die heel erg handig is in mijn deck trouwens. Braixen, Axew, Flabébé, Swablu. Ik vind het wel leuk om deze art trouwens weer terug te zien. Mistgrievous. Ik bedoel, ik mis de X&Y-serie wel een beetje. Reverse Holo Super Rod, is dat even iets zeg. En een Bronzong. Het is gewoon een Bronzong. Ah! Dat is leuk. Tot nu toe. Laat deze ons een beetje in de steek. Kom op. Het is een pakje voor een vriend. Het is voor een vriendje. Als je een vriendje hebt. Waar je lekker mee kunt spelen. Dat is van Frank en Vrij, jongens. Die raar gaan denken nou. Hè? Kom op. Dat is een Disney film. Oké, nou heel voorzichtig. Ja, zo. Op. Welke was er eigenlijk? Oh ja. Phantom Forces was dit. Volgens mij was dit degene waar ook de evoluties in konden zitten. Dus dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Volgens mij de Flareon, Vaporeon en de Jolteon volgens mij. En volgens mij ook nog een Eevee die erin had kunnen zitten. Maar dat weet ik dus niet zeker. Net zoals deze, die heb ik eigenlijk nooit gezien. De Target Whistle. Put a basic Pokémon from your opponent's discard pile into a bench. Het is leuk als hij een zwakke Pokémon heeft en je kan dus daar behoorlijk mee klooien. Dus dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Skarmory, Zubat... Bumblebee, Reverse Holo, Battle Compressor,
Ik haat de Battle Compressor. Battle Compressor is een van de engste dingen ooit. En Livini. Oké, Battle Compressor is namelijk zo erg omdat dat was grotendeels het kaartje dat heel erg vaak werd gebruikt voor de Night March deck en voor de Vesper Queen deck. Dus in ieder geval, laatste pakje. Spannende muziek. Heel eventjes Ancient Origins. Ancient Origins, spannende muziek. En volgens mij maak ik weer een fout. Even kijken. Ja, yep, ik maak weer een fout. Die hoort daarbij te liggen. Mijn excuses. Goed. Deze mogen daarbij. Ups. Alsof dat ik trainingkaart aan het doen ben. Heb ik al gedaan? Ik weet niet of ik het al gedaan heb. Dus. En anders hebben we hier onze special. Namelijk onze... Hoe heet die? Sligoo. Oké. Levelball. Sableye. Porygon. Kom op, we moeten op zijn minst iets trekken. Arvesta. Conet. Combi. Creepy. Quagsire. Ik had liever Woopa gehad. Eternal Darkness energie. Hollowfair Art. Porygon Z. Yay. En we hebben Gengar. Yay. Ik weet niet of ik er echt enthousiast over moet zijn, maar ik denk het eigenlijk niet. Ik weet niet, ik vind het eigenlijk best wel vervelend. Ik had liever een Secret Rare of een Golden Trainer of iets gehad. Gewoon iets wat ik dan aan Gregory erbij had kunnen geven als een extra present. Want ik zag deze doos en ja, hij is een deck verloren. Dus daarom is hij ook zijn Gengar verloren. En daarom wou ik dus deze doos voor hem halen. Alleen er zit helemaal niks in. Ik had wel gezegd dat ik de doos voor hem gehaald had. Maar ik had dus aan hem gevraagd. Mag ik hier nog wel eerst eventjes een unboxing van doen? En dat vond hij dus prima. En daar baal ik hier dus eigenlijk best wel van als een stekker. Dus ja. Ja. Yeah. Hey, je hebt in ieder geval Gengar de X-Trimeister. Je weet wie ik bedoel. In ieder geval. Laat een like achter voor deze Gengar reaction. Ik moet heel eerlijk zeggen, de doos laten we in. Dat was gewoon jammer. Maar dat is met Pokémon. Met Pokémon kaart is het altijd een gok. De ene keer heb je de jackpot. De andere keer heb je een average prijzenkaart. En de andere keer heb je... Gengar EX! Het is echt heel hatelijk hoe ik het daar zeg. Umbreon is het er niet mee eens. Doe serieus. Boze Umbreon. Doe serieus. Kijk naar zijn gezicht! Dan moest gewoon inderdaad even een Magic Card geluid bij. Maar in ieder geval, ik denk jullie voor het kijken. Laat eens een like achter voor de Gengar. En laat weten, wat was uit de X en Y serie jouw favoriete boosterpakje? Bij mij was het Generations. Ik ben zeker nieuwsgierig wat bij jullie het favoriete boosterpakje was. Laat zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ja, like voor dingen als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. En niet te vergeten, ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. We hebben nou 5 unboxings achter elkaar gehad. Sorry, ik ben ziek geweest en ik wou niet te lang een stilte. Al is het best wel een stilte geweest in verband met... Tomo die ik heb gehad, Tomo Ver Tournament was trouwens heel erg goed gegaan. Nogmaals, dankjewel daarvoor, Stichting Tomo. Ja. Paper Mario komt weer terug. Dus met dat gezegd hebben, hoop ik jullie daar natuurlijk weer te zien. En natuurlijk ook een hardcore serie, want ik ga weer als een gek lopen editen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.